het grote cinematografische spektakel dat hier vanavond op het Dorpsplein van Schellebellen zal plaatsvinden, dames en heren. Het belangrijkste is dat we dat doen met een gemeenschap. En het hele dorp doet mee. Wij durven niet te zeggen dat wij Schellebellenwood zijn. Het mekka van de filmindustrie in Vlaanderen. Dat is een unieke belevenis voor mij, want ik ga dat nooit meer meemaken. Iedereen is er, iedereen zwaait naar elkaar staat. Iedereen kent iedereen in Schellebellen. Ik denk dat dat nog niet zoveel gedaan is in Vlaanderen. Een soort kruising tussen het oeroude Vlaams boerendrama van de jaren 70 en de klassieke western eigenlijk. Coralieke, moet jij mij bedreigen? Schellebellen! Leo! Leo! Casimir is weer! Casimir is weer! Wat is dat hier allemaal? Ik zie je gaan! Zij is gauw voor te stil. Juist omgekeerd. Goede burgemeester. Schoon, zeg maar. Ze moet weg van die stoep de gemeente. Ik was Schellebellen kapot met een gluipel door de keer. Die kinders moeten er buiten. Doe ik er iets? Maar we eindigen een conflict. Meestal door iemand van het leven te breken. Ik wil hier geen oorlog in mijn huis. Sommige dingen hebben een prijs, Coralie. En nou is het ons huis en ik gevecht. Van een kleurtje, godverdamme! Schellebellen 1919. De oorlog gaat door, of begint eigenlijk nog, of moet nog beginnen in het dorp Schellebellen. Hoe kom je in godsnaam op het idee om zo'n film te maken? Want voor alle duidelijkheid voor de kijkers, dit is een film die gemaakt is door ja, de inwoners van Schellebellen. Van Schellebellen. Hoe kom je op dat idee? En Wichelen en Sterskamp een beetje zo. Ja. Van Wichelen eigenlijk. En hoe kom je op dat idee? Ik had voor elkaar Schellebellen, zo een vereniging, had ik een toneelstuk bewerkt en geschreven, geregisseerd. En na een van de repetities tussen pot en pint op café zei er iemand: onze droom was ooit of nooit een film te dubben of zoiets. En dan hebben we daar hebben we gezegd: waarom maak je geen film? En kom, je moet niet tegen mij zitten zagen op café om dat te doen. Je moet dat gewoon doen. Als je een droom hebt, moet het doen. En als je het doet, moet het goed doen. En Marnix had dat dan gehoord en die is beginnen geld zoeken. Marnix Bonting, de producer van de film. Hè? De man die het geld bijeen heeft gezocht. Ja, en niet alleen dat. Ook de hele algemene leiding samen met de kerngroep van elkaar gedaan. En dan hebben we Kenneth gecontacteerd. Kenneth is de regisseur, ja. Kenneth Taylor. Maar voor de kijker, het merkwaardige is, hij is ook in het echte leven de burgemeester van Wichelen, waar Schellebellen bij hebben. Dat klopt. Ja. En voilà. En dan ineens hadden we zo'n klik van... Kenneth is echt een zeer goede regisseur die bij Woestijvers werkt. En Marnix is iemand die ongelooflijk goed kan organiseren samen met elkaar. En dat is iets van, we moeten dat groot bekijken. We moeten gewoon niet alleen elkaar, maar heel het dorp. We moeten heel het dorp bijsleuren. En dan heb ik in het scenario schrijven de lat wat hoger gelegd. Zo, me niet bezighouden met dat is onmogelijk. Maar zo scènes geschreven met 800 figuranten en ervoor gegaan. En iedereen is ervoor gegaan. En... voilà, we hebben nu een film gemaakt. En hoe slaag je erin om heel die gemeente, al die inwoners daarbij te betrekken? Dat is toch een huzarenstukje? Ja, maar ik denk dat het gewoon een superleuk concept is. En de mensen, van als je het idee vertelde van we gaan een film maken met ons dorp, was iedereen direct mee op de kar. En het is een unieke ervaring geweest. Ja, Johan, in twee zinnen, vertel het verhaal eens. Coralie is 16 jaar. Haar vader en haar broer zijn nog niet uit de oorlog gekomen. Die zijn onderweg ergens blijven plakken. En ze denken dat die dood zijn en die voedt haar broertjes en zusjes alleen op, want ze willen niet naar het weeshuis, ze willen niet onder de regressieve. Maar andere weeskinderen zijn ook in dat huis getrokken en die broer en die vader komen op een gegeven moment thuis en er wonen 25 kinderen. Maar de slechte burgemeester in die tijd en een andere herenboer die willen die grond. Dus die hebben zoiets van, die vent die is toch thuisgekomen, die moet eraan. En dat huis dat moet, die kinderen moeten naar het weeshuis. En die huren huurlingen in.
En dan heb je de strijd tussen de onschuld... De goeie en de slechte, ja, eigenlijk. Eigenlijk een typisch Amerikaans western gegeven op zich. Dat ik een beetje uitvergroot heb en geplaatst heb, speciaal in 1919, omdat ik een soort wetteloosheid nodig had. En, ja, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja. Maar niks. In godsnaam, hoe vind je... Want het ziet er vrij professioneel uit, dus ik vermoed veel materiaal en dat is allemaal niet goedkoop. Dat was de belofte naar de mensen toe ook, dat we het professioneel gingen doen. Ja. En dan spreekt het naar de nieuwsgierigheid van de mensen en zo krijg je dat. Hoeveel geld heb je bijeen? Je weet dat je ook geld nodig hebt. Ja. Hoeveel heb je moeten bijeenzoeken? Zoveel mogelijk, hè. Ja. Dat is altijd... We zijn altijd en, je begint met een project en dan gaat het naar de Vlaamse overheid. En toenmalige minister Bert Anciot heeft dat goedgekeurd. En dat is leuk voor tonen dat er zulke mensen ook nog in het gewone volk geloven en investeren. En we moeten hem daar dankbaar voor zijn. Maar hij heeft nazet gegeven voor verder te kunnen gaan. En dan zijn er toch andere mensen... En dan zijn er bedrijven... Ja, die ook in het sociale project, want het is ook een sociaal project. En ik noem dat altijd een zeer waardevol sociaal-cultureel project. En heeft bij wijze van spreken de slager en de bakker ook. Vandaar dat je er geen bedrag op wilt leveren. Als je de gemeente wil toeleven, dan moet je de middenstand daar ook bij betrekken. Dus, en dan gaat heel de middenstand laten sponsoren. En sursissen en dergelijke zaken. De catering. Ja. En dan zit iedereen van de gemeente daarbij. Ja. Want iedereen gaat naar de bakker en de bakker steunt de film. Oké, de film is absoluut niet amateuristisch, maar de acteurs zijn wel amateurs. Ja, inderdaad, dat klopt. Zit er dan zoveel talent in Schellebellen? Ja, ik denk het wel. Het is aan de mensen om te oordelen, maar wij zijn zelf enorm geschrokken van het talent dat je in beeld gaat zien. Ja. Er zijn veel mensen die al toneel speelden in lokale toneelverenigingen. Ja. Er zijn ook mensen bij die nog nooit iets gedaan hadden op het podium. Ja. Maar het talent is toch echt wel straf. Ik wil daar ook wel iets over zeggen, want ik geloof niet dat Schellebellen zo'n uitzonderlijke gemeente in Vlaanderen is. Ik denk dat er in elke gemeente, in elke zolderkamer in Vlaanderen zit slapend talent dat moet wakker gemaakt worden. Overal zijn er mensen die gitaar spelen of schrijven of wat schilderen. En dat slapend talent, als je dat wakker maakt, heb je iets ongelooflijks. Ik zeg altijd, le talent c'est l'envie, dat is een uitspraak van Jacques Brel. Maar mensen die goesting hebben talent. En het enige dat je moet doen, is dat talent een kans geven. En bijeenbrengen. En dat hebben we gedaan. Hoe lang hebben jullie daaraan gewerkt? Wij drie jaar. Vier jaar. Ik ga nu mijn vijfde jaar in. Ja, want in september gaat het vijfde jaar beginnen. En ik ken het ook zeer lang. Maar we hebben een maand effectief gedraaid. Mm-hmm. En vorig jaar in de zomer. En de rest is eigenlijk allemaal achter de muren gebeurd. En is Jan Verheij, want die zag ik ook inwoner van Schellebellen. Ja, maar dat was zo het idee om... dus als de amateurs... in de beeld komen, dan moeten de bekende figureren. Dus er zitten een paar BV's in die komen figureren. En Jan Verheij is daar één van. Leuke dingen. Ja, ook, ik heb ook wel een zeker respect voor al die mensen, die BV's, die dan toch zijn komen opdagen voor niets. Om zo'n avond. Ik vind dat geweldig. Is hij klaar, de film? Hij is af? Hij is gemonteerd? Bijna. Ja. Hij is af. Maar maandag is hij definitief klaar. Ja. Wanneer moet hij klaar zijn? Wanneer komt hij in de zalen? Wanneer moet hij voor het eerst vertoond worden? Wereldpremière 3 juli. Voor de medewerkers. Voor de medewerkers. Maar hij komt in de zalen. En in de zalen, echt, cinemazalen. Ja. 27 juli. Want oorspronkelijk hadden jullie het idee van alleen in cultuurcentra en dat soort. Maar het is echt een bioscoopfilm nu. Ja. Marnix heeft ervoor gezorgd ook mee. Ik ken het met heel de look van de film en Marnix en de kerngroep. Dat we een distributiefirma hebben kunnen vinden. En die mensen waren razend enthousiast. Die hebben zoiets van, dat moet getoond worden. Het is gewoon geweldig. Het is ook echt een goede film. Het is een soort genre... Dat ik nog niet veel gezien heb de laatste... Ja, enthousiasme is aanstekelijk. Zou je dit in de Verenigde Staten kunnen gaan vertellen? Hoe dit tot stand is gekomen? Gelooft men dat daar of lacht men daarmee? Ja, de Verenigde Staten zijn wel wat gewoon op dat gebied, hoor. Er zijn heel veel gasten die zo met een... Ja. Weet je, Francis Ford Coppola in Hearts of Darkness, de documentaire, zegt op een gegeven moment... One day a fat girl from Ohio will make a movie with her video camera. En dat is uiteindelijk... A Fat Girl from Ohio, dat zijn wij dan nu, maar niet van Ohio, maar van Schellebellen. En ook geen Fat Girl. Maar je kunt het altijd verkopen. Ja. Want wij zijn de VZWOK, wij kunnen enkel investeren in mensen. En mensen hun talent erkennen en laten doen, maakt de gelukkige mensen.
En gelukkige mensen dat zijn de beste medewerkers. En iedereen is gelukkig nu. Ja, in elk geval, dan duwen ze elkaar naar boven. Ja. Ik roep bij deze Schellebellen uit tot de meest gelukkige gemeente van Vlaanderen. Dank u wel. Ja. Hartelijk welkom. En dat is niet geloven. Hartelijk dank.